Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Er zijn meer dingen waarover ik wil praten met ze, maar die willen niet meewerken. Maar dat geeft niet. Nou, japie, nou, tjes in het apacho. Zo worden gesproken op NDP-podia, dus dan praten we ook zo. Ik heb in de tussentijd contact gezocht met een sponsor van NDP, Uslo O'Brien, El Capitan. Was jij sponsor van NDP, hoor ik het goed? Nee, nooit rechtstreeks hoor. Oh, niet rechtstreeks. Wat deed je dan? Ik had mijn eigen achterban. Uh-huh. En ik investeerde. Oh, je investeerde in je... In ja. Ja, ik had van alles. Ik had een voetbalvereniging. Die jongens van basketbal. Zo. Uh-huh. Maar je investeerde meer in vergaderingen, wijkvergaderingen en zo? Ja, ik sponsorde wel die keuze daar. Dean Cedar, onder andere. Ja, ja. Okay. Want meestal in de verkiezingstijd heb je veel regen, toch? Dus ja. Dan zorgde ik voor een tenten en zo. Tenten en zo, ja. Oké. Jij bent ook, of was, of bent heel close met de president? Geweest. Waarom is er geen band meer? Ja, is een lang verhaal, man. Mm-hmm. Is een lang verhaal, ben ik ook uit de NDP gestapt, ben ik naar ABO. Dat was ongeveer, nou, veel jaar geleden, 6 jaar zo. Mm-hmm. Oké, dat is een lang verhaal. Je gaat niet vertellen waarom je jij niet meer bevriend bent met Boutus. Laten we voor het is. Nog een keer? Ja, de wereld moet het houden. Ja, ja. Dat... In herhaling treden. Nee, ik weet wel dat jullie vrienden waren, maar ik weet niet waarom jullie geen vrienden meer zijn. Nou, kom door Miranda toch? Miranda, je was DC op para. Ja, is er een soort controverse tussen Miranda en ik. En je weet, Miranda is geen huisduif. Hij is gewoon komen duiken gewoon. Oh. Ja, en Boter heeft het niet voor zo'n huisduif opgenomen, dus ja. Dus het ging eigenlijk om... Heet het Jerry de Miranda? Deze? Ja, Jerry de Miranda. Ja, ik ben op de radio. Ik heb een hele andere naam voor hem, maar ja, je weet, ik ben op de radio, dus dan moet ik het gewoon netjes houden. Wat voor naam bijvoorbeeld? Waaraan zou je denken? Ja, er was toen een soort... Je hebt een film, hè? Een film van ratten op TV. En de koning der ratten heette Ben. Ik weet niet of jij film iets hebt gezien. Ja, Ben, ja. Ben toch? Uh-huh. Ja, dus... Dus je wil die man Ben noemen? Ja, okay. Ben. Zo, ja. Ik vind het nog heel netjes. Ik ken heel veel mensen met de naam Ben. Ook binnen de NDP. Nee, maar ook laten open. De koning der ratten toch? Ja, maar Ben vind ik een normale naam hoor. Benjamin. Ja, omdat het. Ja, ik ben toch op de radio. Oké, Ben. Dat ding netjes over toch. Ik ken ook Ben Oliveira. Een beetje omstreden, maar is ook Ben. Hoe kijk je nu naar politiek Suriname? Als je nu kijkt, hoe liggen die kaarten? Je hebt dagelijks contact met NDP en andere partijen, toppers zelf. Hoe liggen die kaarten nu? Ja, ik heb dagelijks contact met heel Suriname. Overal, alle hoeken. Ja, maar... Wat was de vraag? Wat is de vraag? Hoe liggen die kaarten nu, de politieke kaarten? Wat is de stand van zaken? Misschien dat je mij even bijpraat. Ja, als de verkiezing morgen gehouden zou worden, dan zit NTP nauwelijks op en tussen 9 en 11 titels. Dat is de NDP. Maar dat zijn van Peilen ook uitgewezen, van IDOS. Dus als de verkiezing zou zijn, dat zijn de NDP... nauwelijks 11 zetels halen, denk jij? Ja. Max. Mm-hmm. Je hebt dicht bij de partij gezeten. Je weet hoe de partij werkt. Hè? Wat voor grote dingen denk je dat ze nog gaan doen op weg naar 25 om
niet om mensen te paaien, maar gewoon om belofte in te lossen? Ik denk ze komen nog met een soort van een grote, significante oliefonds weer. Ja, dus maar, ik denk, maar dat is geen misschien een pakweg binnen een week komen ze daarmee, of binnen 2 weken. Dat we weer olie gevonden hebben. Ja. Ja, maar dat is geen verdienste van NDP of ABOP of VAP. Ja. Dat is God given to Suriname. Ja, toch? Ja, maar ja, klopt. Zo zeker toch, maar hun niet. Bij hun is het de NDP die het gevonden heeft. Zo werkt het bij hun, toch? Zo brengen ze het ook. Nee, het is raar. Dus het klinkt alsof die olie van NDP is. Ja, zo zien ze het. En zo brengen ze het ook naar voren. Naar de gemeenschap toe, een Surinaams volk ook. Nee, ja, als het dienst is voor mij, misschien als ze een nieuwe brug openen of een hospitaal, dat soort dingen, een snelweg. Ja, die dingen hebben ze al aangekaart. Mm-hmm. Dus, maar ze allemaal, ze brengen het anders naar voren. Net als ze hebben het gebouwd of en er komt productie en zaken. Mm-hmm. Terwijl het allemaal gift zijn. Gift van China, gift van India. Ja, maar als het allemaal gift is, hè, wat wat je nu zegt, de snelweg en een hospitaal van India, van China. En wat doen ze dan met het geleende geld? Want ze hebben toch heel veel geld geleend, Oefdraad bijvoorbeeld. Waar gaat het geld naartoe dan? Ja, waar het geld naartoe gaat, kijk, ik zit al zo ongeveer in 4-3 jaar hier in Nederland. Mm-hmm. En ze hebben, zeg maar, plus minus 3 miljard US dollar geleend. Mm-hmm. En waar het naartoe is gegaan, ik zie niks van productie. Ik zie, ja, het houdt me bezig. Daarom ben ik een zeer felle activist geworden de afgelopen 2 jaar. Ik was daarvoor gewoon een politicus, weet je, gewoon een of andere lid van ABOP of zo. Mm-hmm. Maar die dingen, bepaalde dingen, als je lid bent van een politieke partij, dan moet je rekening houden met bepaalde dingen dat je naar voren brengt en ja, zegt. En moet je zoveel rekening mee houden. Maar als activist hoef je nergens meer rekening te houden. Dus dan, mm-hmm. Iedereen kent El Capitan en El Capitan is Piet en Kong. Weet je toch? Voor alle lagen van iedereen in Suriname. Ik ken El Capitan vooral van die kritische voice notes die viraal gaan. Weet je, over politiek en. Ja, maar 3 miljard is geleend. Waar is het geld naartoe gegaan? Je zal weten van hebben, toch? Je was bij hun. Nee, ik moet dat weten waar 3 miljard naartoe is gegaan. Nou, als een omwenteling komt, een overgang, kijk, ik ben, ik heb het al naar buiten gebracht, weet je toch, als ik een, zeg maar, deal uitmaak, zou kunnen maken van de regering, dan en mijn eerste 100 dagen plan, uh-huh. Dan is een eerste, is een operation renminbi, en renminbi betekent geld van het volk, operatie geld van het volk, weet je toch, zit in mijn 100 dagen plan. Dan gaan we achtertuinen moeten stikken, gaan we en muren moeten openbreken en dan, ja, we gaan het geld moeten zoeken, het ligt. Trouwens, je hebt het zelf gehoord op 24 februari van Abdul. Mm-hmm. Abdul toch, Amoni de. Dat geld is er, toch? Maar alleen zeggen ze niet waar dat geld is. Maar dat geld is er. Dat is nou ook een zoek aan money, toch? Oké, maar zoals die man zegt, dat geld is er. Wat denk je dat het geld is dan? Bij hun toch natuurlijk. Waar moet het anders zijn? Bij hun op een stel wel op buitenlandse rekeningen. Maar je weet, kijk, ja, die mannen weten al een jaar dat er overal iedereen van alle hoeken komt grote onderzoek, ook een zoek aan money, en met buitenlandse krachten, met expertise en zo.
Dus, en deze gasten zijn niet dom. Ze luisteren goed. Dat wel hoor, ze luisteren goed. En dan gaan ze huiswerk maken. Dat helemaal, maar ze zijn master in scenario's. Dus om dat geld terug te vinden. Terug te halen. Mm-hmm. Ja, dat immense taken zijn. Kijk, en ja, geld op duimrekeningen, geld in, ja, in tuinen, gegraven en dichtgemestelde muren, ja. Het lijkt een maffiafilm zoals jij het nu brengt, alsof gewoon geld geleend is namens het staatsinname. En dan, als je het beleid wil typeren, is het net als Godfather 1, Godfather, dan, Godfather 1 en Godfather 2. Wij moeten Godfather 3 stoppen, toch? Godfather 3, wat bedoel je? Je bedoelt wel Boutussen 3? Ja, toch? Ja, Boutussen 1, Boutussen 2, Godfather 1, deel 1, Godfather deel 2. Hoe je stoppen? Nou, sorry, Ik ben al 2 jaar bezig, toch? Je volgt me toch? Ik open volk en ogen. Ja. En alle lagen. Ja, maar Santoki is al bijna 10 jaar bezig. Maar Santoki is pas afgelopen. Hoe moet ik het zeggen? Kijk, het was een soort van etnische partij, weet je toch? Nu is het een soort volkspartij, kan je zeggen. Afgelopen 3 jaar is het een volkspartij geworden. En dat neemt een beetje tijd, dat neemt een beetje, geloofwaardig werk ook. Dus, maar het gaat toch wel lukken, het gaat toch wel lukken. Iedereen, ja, onder de Negers, onder de Kriolen hoor je van, Santoki. Maar ik zeg, ik geef een voorbeeld. Ik zeg, kijk, Guyana, toch? Moro Kulilai in Guyana, maar nou op plek, maar naar president. Ja? Wat wil je daar mee zeggen? Zijn wat de kanator hier dan? De reactie toch van me, in mijn omgeving toch van, de meeste Kriolen hoor. Santoki is een jullie stand, toch? If a man trom president, dat de mo put gramaxoni in Alesi, de mo put DC in Gruntogunu, de ma... sure, allerlei, van die... rommels van... Dus... Hoor je dat soort dingen, je redden van dat echt true? Overal, hoor. Je El Capitan is toch overal, toch? Uh-huh. El Capitan, je weet, en... Mijn kring is breed, toch? Dus, niet, maar het is een klein groepje hoor, is een klein groepje. Zeg maar, als een El Capitan 1000 vrienden hier had, heb ik zeker 800 vrienden achter mij. Je gaat altijd, je hebt pro en contra, toch? Ja. Je hebt 200 die, weet je toch, die man had naar diehard. Maar dan een groep bakken, als je ze vraagt, jongen. Hey, hola, Sarah Lassalisa Ilish van Kranti. Kunnen ze geen antwoord opgeven, weet je toch, want het is 100 jaar geleden. Ja. Toch? Je actie maar, hey, en mijn zetel die corona. Ze kunnen geen antwoord geven. Maar ze willen maar ze praten wel over. Ik vraag ze, en dan is mensen doen naar DNA, voor ze naar. Ze kunnen ook geen antwoord daarop geven. Dus dan is het die groep toch die ik daar niet bezig hou. Oké, het is die groep die zegt van, ze hebben ook de mop het gramma zo niet naar Alesi, no? Ja, in Alesi gewoon naar Ik luister weer op mijn collega Jana hier, die mama dat in jouw witte reis. Dat is een aanstaat op die president, dan moeten we. Hey, man. Geen Surinaamse reis meer en consumeren. Wat een mop, het gramas woon in de Alesi. En wat gaat er nog meer gebeuren? Wat wordt er gezegd in de blakke gemeenschap over Santoki? Samo do moro na de blakke man, als hij straks president wordt. E-miljoen en Indiërs van India gaan richting Suriname komen. En mooi, en Fiera de Sani, Santoki is een racist. En die, terwijl ze weten niet, niet weten dat juist Santoki en Abrahams is die ons naar het beloofde land kan leiden. Je klinkt alsof je heel veel vertrouwen hebt in Santoki. Wat zeg je? Het klinkt alsof je heel veel vertrouwen hebt in Santoki. Jawel, dat ga ik niet ontkennen.
kijk, en ik ga, ik pleeg meer, weet je toch, uit mijn, mijn gevecht is meer voor een regenboog en nazi regering, hè? Ja, toch? Ja. En wie moet er met die kleuren? Dus je bedoelt regenboog dan met NDP erbij, toch? Kabinet. Met wie? NDP. Nee. Kijk, NDP. NDP en ja, maar in welke constellatie? Niet met Abrahams en een Boerenveen en Ivan Granoes en weet je, die gasten van die middenlijn en die Weidenbos en die en die. Nee, die gasten, man. Die gasten moeten. Ja. Die gasten vooruitgang van Suriname tegen. Dus die moeten wij niet hebben? Nee, maar helemaal niet. Kijk, en een Bouterse, professor, ieder mens is een munt. Ieder mens heeft twee kanten. Uh-huh. Bouterse heeft ook heel veel goede dingen. Weet je toch, hij heeft zo'n goede kant ook. Weet je toch, en vooral de laatste jaren. Natuurlijk, en ik ken hem een beetje. Maar een... Ja, niet te veel daarin weten. Dus, waarom? Je kent hem een beetje, wat doe je daarmee? Ja, hij is zedig. Hij is veelzijdig toch? Hij is veelzijdig. Soms extravagant, soms. Ja, hij is veelzijdig. Oké. Okay. Hey, maar als oud-NDP'er en waarschijnlijk heb je nog liefde voor de partij, hoe zie je dit? Maar je weet dat ik een aanbopper ben, maar je blijft maar als NDP'er. Wat wil je uit me halen? Zeg maar, rechts erin. Nee, ik wil weten hoe jullie als NDP'er, je bent van de partij, je bent jarenlid geweest, close friend van Bouterse. Je bent van de partij geweest. Mm-hmm. Je moet duidelijk zijn, man. Oké, je bent van de partij. Je bent diplomatisch bezig, man. Oké, je bent van de partij geweest. Ik ben een pro hoor, jongen. Ja, hoe liggen die kaarten nu? Welke kaarten? Ik bedoel, hoe liggen die kansen van de NDP nou, als je kijkt naar de komende verkiezing? Dan praten we niet over morgen, hè, maar gewoon 25 mei. Kijk, NDP gaat alles uit de kas halen. Ze weten al dat ze de verkiezing hebben verloren. Toch? Alles uit de kas gaan ze halen. Je moet onze president nu zien, de voorzitter, laat president niet vervangen. De voorzitter van NDP moet je nu zien als een grote vis die de aas ziet, maar niet de haak. Dus hij ziet de aas, maar niet de haak? Maar niet de haak. Verklaar je nader. Broek en chinsen, diepe chinsen. Die man gaat van alles proberen. Uh-huh. Die man gaat in rekening houden met onze economische stabiliteit. Die man, trouwens, ze zijn al begonnen. Wat en zeg maar plus minus 200 en een miljoen dollar. Uh-huh. Is verdwenen. Hey. El Capitan, ik weet, je hebt lijnen overal in alle gelederingen, overal. Waar is die 200 miljoen naartoe gegaan? Waar is die 200 miljoen? Ja. Ik weet dat je het weet, hè? Nee. Dat ding, alles is nu gossip. Niemand wil erover praten. Ja. Weet je toch, van de andere kant. Insinuaties, hallucinaties ook. Dat, ja, je kan zoveel zeggen waar het naartoe is. Maar die NDP'ers. Dus, ik heb het niet over die stemvee, hoor. Ik heb het over die NDP'ers, die mannen zelf van de. Je hebt het over de top. Van de instapstap, ja, die is dat. En ze zeggen van dat geld is er. Je hebt zoveel, hè. Je hebt persconferentie gezien, weet je toch? Dan zie je. Ik heb al zoveel erover gezegd, hoor. Maar waar is het geld? Dat is de enige vraag wat ik stel. Ja,
ben. Je kent de hele top. Ik bedoel, je zal toch wel met mensen gesproken hebben. En die zullen jou zeggen van... dat die samen niet. Je praat toch vaak met mensen van de top? Ja, maar geen van ze praten erover. Ze beginnen een onderwerp dat is. Nee, met mij. Ze beginnen een onderwerp dat is. Nou, mide, maar nou tak overheen, want mijn radio, man. Maar zijn toch jouw vrienden? Ja, een paar hebben me geblokt. Een paar hebben me, echt een paar van die grote hoor, hebben me geblokt. Van de meitak nummer, mij moest stoppen. Weet je toch? Want mijn Irak, NDP met die dingen van me, ik moest stoppen. Dat zijn een paar toppers die me geblokt hebben, weet je toch? Maar je hebt ook met die toppers gepraat, toch? Je accidentoppers van me niet dit, hoor. Maar dat ze zwijgen toch in alle talen, dat zeg ik je toch? Ook die matjes van jou. Ze hebben een soort afspraak gemaakt. De man met een schwerie. Toch, en als jullie dat met elkaar in brotherhood. Dus doe maar niet takpa moni de? Geen van ze. Oké, dan moet er een vraag voor actie bakken. Hoeveel mensen in Suriname denk jij dat van deze kastreserve profiteren op dit moment? Om eens maar die na complot die zie. Om een manja in. Idee nee? Eerlijk. Wie ik? Ai. Nou, zou ik toch al in Suriname zitten, man. Maar misschien zit je ook in het buitenland omdat... Nou, zou ik in Suriname zitten. Het gaat niet om dat ding, toch? Dit is alleen de top. Dit is alleen de top. Hoeveel mensen zitten in de top? Kan je die top noemen voor mij? Dat durf je wel, hoor. Je lafo. Die top. Top is. Het zijn dat top. Noem wat namen in de top. Top. Kijk, je kan de helft rekenen van het kabinet. De helft van het kabinet? Die daar zitten. Ik weet niet. Ik zit daar op kabinet. Je kan al die gasten van de raadcommissarissen. Nee, maar noem namen. Kan je wat namen noemen? Wat zit je bijna? 200 man. 300 man. Nee, kijk nou. Luister nou. Je moet goed luisteren. Nee, ze de massa missingen hoor. Na sommige van de persconferenties, dan moet je goed luisteren. Want El Capitol die luistert goed. En de laatste tijden, wallo, odo eko die richting El Capitol. Je hebt last van president gehoord op. Wat heeft hij gezegd? Dat jouw loma na tracé. Jouw loma na tracé. Toch? De one say low. Dat ook is een injectie. Toch? Dat je hem legt me uit, want ik dacht misschien bedoelde hij Belfort, Belly. Nee, tracé is wel een tracé. Bel is niet een tracé. Je hebt een man die gewoon en gewoon. Kan je en dus dit staat maar tak alou maar naar tracé, naar Judas aan mij bedoel. Hey, als mi vind tak asu, if it me. Aha. Wanneer heb je die man voor het laatst gesproken? Wie? Boutussen. President Boutussen, met alle respect. Wanneer heb ik president Boutussen voor het laatst gesproken? President Boutussen heb ik voor het laatst gesproken. Zeg maar in een... Ik denk het was voor de verkiezing. Voor de verkiezing? Voordat ik naar ABOP ben vertrokken. Dus 5 jaar geleden zo? Ja, nee, zes. Want ik had zo'n straatcafé langs de weg daar bij Wilhelmina straat met de andere broeder van me. Ja. Niemand kwam daar chillen. Zo. Ja. Nee, maar ik heb ook heel veel foto's gezien van jullie. Jij was troefkool, wat voor partner? Troefkool partner? Ja, brokobaka. Dat is brokobaka, wanneer hoor. Ja, troefkool. En is dat je... Dus jij maar bij voor een wantie. Die man is een prof in troefkool en ik ben een prof. Dus jij maar bij voor een wantie. Ja. Oké. Dat is een brokobaka hoor, dat is een brokobaka. Alleen op brokobaka ook bij troefkool, nou, want misschien een foto wel, zijn op internet. Dat is een brokobaka. Alleen op brokobaka ook bij troefkool? Nee, dat is van die gezellige tijden, joh. Van die lekkere tijden, man. Ja,
Waarover spraken jullie toen bij Troefko? Ja, natuurlijk. Algemeen. Politiek of hoe ben je dat politiek of Lolo Tori? Niet echt politiek wijs hoor. Oké. Gewoon. Hoe ben je dat mee Tori? Dat heb je altijd wanneer Ali mannetje. Met de president. Nee, ik kan niet deze. Maar als je met boterke bent, toch? Gewoon en gewoon ontspannen. Ama shooting Sasari. Weet je toch, dat is de andere lekkere kant van hem, hè? Uh-huh. Andere steden van hem, hè? Toch? Ja. Je geniet van alles, man. Je geniet van het ambiance. Je geniet van alles, man. Acteer. Chatorie, lafo. Nee. Dat is gewoon een ruim voldoende, hoor. Mm-hmm. Maar bestuur... Maar ja, beleid aan andere zee. Bestuur aan andere beleid. Uh-huh. Weet je toch? Dan is het een min. Dat is het een min. Maar heb je zijn nummer nog? Of maar blokkeer je toe? We hadden nooit telefonisch contact. Oh, naar live, naar X-Race, want dit hoor je zo beter nog. De normaal contact telefoon. Nee, nooit telefonisch contact. Oké. Okay. Hij praat niet aan de telefoon? Nee. Het is niet iemand die telefoon praat, hoor. Oh. Het is niet zijn lieve kant. Oké, okay, maar de laatste tijd is die maar veel op... Op WhatsApp. Ik zat in een appgroep waar hij bij zat. Ja, misschien WhatsApp hoor. Maar zeg maar dat je hem gaat bellen. Iemand die van telefoon houdt. Dat is jammer speciaal. Hij wordt kort. Daar gaat het altijd kort houden. Ja. Of zegt hij niet midrap in een kabinet of naar Brokobaka? Ja, of de achtertuin. Oh, ik ben gewoon naar achtertuin toen. Laatste keer toen ik daar in de achtertuin, dat was hij jarig. Oké. Okay. Dat was hij jarig. Dat is mijn laatste keer die ik kon achtertuin. Was ook gezellig, lekker gezellig. Hoe zing hier net, hoe zing je? Boom. El Capitan, heb ik een grand tangi voor jouw tijd? Ja, het was me waar genoegen. Is dat wel voor Koris? Ook door Kroeten. Is dat wel voor Koris? Ja. Ah, bon, oké. Okay. Fijne voortzetting van je zondag, meneer El Capitan. Ja, want ik was net bezig met een Griek bana toe. Oh, wat is de trend? Wat zeg je? Zal ik naar Griek bana toe? Ik heb een krabbetje zout vlees. Ligado. Harek. Oh. En ja. Oké, okay, welkom. Hij klinkt boemba. Hij moet voor wakker. Thank you for the kapoor, yes? Oké. Okay. Ja, joh. Oké. Okay. Allright, joh. Allright, bless. Stamvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stamvaste Radio.